ze helpen ons toch ook altijd wel. Dus dat verdient een kerstbal. Hey, Freek hier weer van de Wegenwacht. Wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Deze auto is net veiliggesteld door van de bergingsbedrijf Van de Vliet hier in Albenes. Die hebben eventjes voor ons de auto van de snelweg afgehaald die ik tegenkwam. Want ik kwam meneer zomaar tegen, er stonden een paar knipperlichtjes op de snelweg en ja, zo gebeurt dat wel eens. En wat is er aan de hand? Lekke band. Ja, die is wel lek, ja. Ja. Nou, deze meneer heeft geen reservewiel bij zich. Deze auto is niet uitgevoerd met een reservewiel. Gelukkig hebben wij daar wat op. Daar is die. Ik ga bij deze auto even het universeel reservewiel monteren. Kijk mee hoe ik dat doe. En dan kan deze meneer zometeen weer gezellig verder met zijn eigen auto. Nou, wat is er dan met deze band aan de hand? Je ziet het, die band is ook, net zoals mijn vorige filmpje, mijn laatste filmpje, ook helemaal eraf gelopen. Ik kon heel goed vinden wat er met die band aan de hand is, waarom die lek is gegaan. Dat is wel fijn, want je wil altijd graag weten waarom. Tenminste, ik wil altijd graag weten waarom. Dus in dit geval ook, we hebben hier een prachtig stuk metaal erin zitten.
Nou, je ziet het. Sterker nog, het is een stuk van een Stanley mes. Nou, die heeft hoogstwaarschijnlijk ergens op de weg gelegen. Daar is de meneer overheen gereden met de voorband. Is die omhoog gekomen. En met het omhoog komen prikt hij zo in de achterband. En daardoor gaat in dit geval de achterband lek. Het universeel reservewiel zit eronder. Ik ga die meneer een tas meegeven zodat hij hem weer terug kan sturen naar ons toe. Zodat ik hem weer bij iemand anders kan monteren. En dan ga ik gauw onderweg naar het volgende pechgeval. Ik heb weer een pechgeval gevonden. Deze mevrouw die belde op omdat er wat rare geluiden onder de motorkap vandaan kwamen. En geen wiellagers, geen losse wielen of wat dan ook. Maar het is zo vreemd. Op het moment dat de airco aangaat, dan maakt hij een herrie. Dat vind ik toch interessant en daar gaan we eens even naar kijken. We kijken onder de motorkap naar beneden en ja, ik hoop dat het allemaal te zien is zometeen als ik ga inzoomen. Maar als je daar tussendoor kijkt, daar zit de airco-pomp. Je ziet het. Het ziet er echt niet best uit. Dat ronde schijfje wat daar zit, precies in het midden, ik probeer het even aan te wijzen. Daar zo. Die hoort helemaal mooi rond te zijn. En je ziet dat die helemaal aangevreten is door het verkeerde lopen. Dat betekent dat de airco-pomp in dit geval kapot is. Nou, de airco-pomp kan ik natuurlijk niet vervangen of repareren. Dat gaat niet gebeuren. Maar gelukkig heb ik hem nu wel zo gekregen dat op het moment dat hij start, dat het lager waar de riem overheen loopt, gelukkig nog wel gewoon netjes rondloopt. Dit betekent in ieder geval dat de stuurbekrachtiging het nog doet. En dat rijdt natuurlijk wel zo fijn. In dit geval wel naar huis rijden. Of naar huis, gelijk naar de garage rijden en een afspraak maken voor een nieuwe airco-pomp te plaatsen. Of mogelijk een kortere riem, zodat in ieder geval tijdelijk eventjes de auto weer rijbaar is en goed rijbaar is. Nou, deze mevrouw gaat weer prima naar huis toe rijden. In ieder geval met een aantekening dat het wel gerepareerd moet worden. Ik zeg bedankt voor het kijken in ieder geval naar deze vlog. Alvast een heel erg prettige kerst, zover als dat het kan. En natuurlijk een heel mooi nieuwjaar. En ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer te zien bij nog meer vlogs en dat we er nog meer gaan maken. En ja, ik zou zeggen, maak er een hele mooie dagen van en ik zie jullie volgend jaar weer.